De reporters op Genk on stage. Ik zit hier bij Marco Zee, vandaag de eerste artiest op het hoofdpodium op vrijdag straks om 8 uur. Welkom. Hey. Ja, ik zou vragen naar je weg naar hier, maar je komt van Hasselt, dus het is niet zo ver. Ja, het ging redelijk vlot. Een paar jaar geleden ben je eigenlijk doorgebroken met de hit I'm a Bird. Hoe was het voor jou om in de, radio, in de auto te stappen, de radio aan te zetten en je muziek op de radio te horen voor het eerst? Ik had 10 jaar daarvoor een bandje, Superbox heette die, en toen hadden we ook al wat singles op Studio Brussel lopen, dus het is niet de eerste keer, maar wel dat het zo breed was dat het op heel veel radios kwam. Dus dat was wel raar om mezelf op Q-Music of Joe FM of zo te horen. Tonight, I'm gonna get my baby back tonight. I'm gonna put us back on track tonight. And then we're gonna talk you through. Ja, jij begint straks om 8 uur. Zijn er bepaalde rituele voorbereidingen die je doet voor je opgaat? Wat ik meestal wel doe is, voor mijn stem drink ik salie-thee met heel veel honing. Zo'n paar tassen salie-thee, dan een beetje rode wijn of zo. Oké, goed. Dan gaan wij een theetje drinken en om 8 uur op het hoofdpodium.